Ja. I gotta have faith. Ik heb er vertrouwen in. Hele goedemorgen, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Bij deze zondagmorgenpraat. Weer fris. Kijk eens. Omgeving. Weer groen. We zijn weer in het bos geweest. 3 rondjes vandaag. Gewoon, wat ik vorige week zei, rustig afwachten. Rustig beginnen. Niet te gek van stapel gaan. Opbouwen. Opbouwen. Is denk ik best wat ik kan doen. Want anders heeft het denk ik geen zin. Dan ga ik weer te veel hooivorken nemen. Lichaam moeten we even wennen aan deze inspanning. Ik merk gewoon dat je dus het derde rondje dat je op een gegeven moment je benen weer een beetje gaat merken. Ze hebben natuurlijk een heel ander ritme weer dan op bijvoorbeeld een loopband. Hier moet je je gewicht mee torsen. En op de loopband gaat de band die loopt onder je door. Dus je hoeft eigenlijk bijna geen gewicht mee te torsen. Je staat stil en het gaat op en neer. Meer niet. Zo. Dit is nou een vervelende situatie. Wat heb ik nu weer aan mijn fiets hangen? Waarom? Ai. Ja, je ziet het, ik heb nou van die lichtstrepen in de dingen. Dat heeft te maken met de camera. Ben ik daar toch gedoemd om iets anders weer te gaan verzinnen? Wat betere beelden oplevert. Goed. Maakt niet uit. Zoals ik al zeg, zondagmorgen. Vorige week, wedstrijdje. Eindelijk gewonnen. Dus 3 punten weer op zak. Was wel nodig. En je merkt het ook, tenminste naar mijn idee, merkt het ook een beetje aan die groep zelf. Van haha, eindelijk. Het kan dus toch. Er moet gewoon een stukje vertrouwen weer even terugkomen dat we het wel degelijk kunnen. Vorige week is het ons gelukt. Dus tegen Dongen. Was op zich wel een relatief leuk wedstrijd, maar ja, weet je, je moet hem uiteindelijk gewoon over de streep trekken en klaar. Vandaag Orion, wordt ook een hele leuke, echt een beetje de derby. Ja, vorig jaar hebben we daar natuurlijk gewonnen en dat ging best wel easy. Daar overliepen ze gewoon, overklassen ze gewoon, maar dat wordt dit jaar anders. Ik hoop het niet. Ik hoop dat we natuurlijk gewoon net als vorig jaar eroverheen knallen en gewoon 3-4-0 mogen winnen of 3-4-1. Maakt echt niet uit als we maar winnen. Alles met 1-0. Het interesseert me geen ruk als we maar winnen. Dat is belangrijk. Dus ja, dat is voor vandaag qua voetbal in de planning. Ja, voor de rest zijn er eigenlijk weinig dingen van de week. Ja, nou goed, dat hele gebeuren daar op de Gazastrook. Oh, nou daar weer. Jongens. Daar laat ik allemaal heen. En dan hebben we ook nog over een tijdje die verkiezingen. Wat staat er allemaal te wachten, jongens? Wat staat er allemaal te wachten? We zullen het wel zien. Goed, laten we niet te ver vooruit gaan kijken daarmee. Ik hou het gewoon een beetje lokaal. En op onszelf richten. En meer dan dat kunnen we op zich toch niet doen. Het is gewoon even doorbijten. Met werk ook, het is best druk. We hebben veel klanten erbij gekregen, of grote klanten erbij gekregen. En je hebt niet zomaar. Een paar nieuwe medewerkers erbij. Trek me zomaar even een blikje los van hier, alsjeblieft, gaan we beginnen. Stap maar op de bus en de route. Zo werkt dat niet, helaas. Goed, wij zijn natuurlijk niet de enige die daarmee mee te maken hebben met het personeelstekort. Er zijn meerdere bedrijven die daar veel problemen mee hebben ook. Maar het is wel vervelend en zeker voor je klanten waar je eigenlijk al een aantal jaren komt met een leverbetrouwbaarheid die best goed is. En dan
dan moet je dus verstekken laten gaan door omstandigheden. Ja, en dat is gewoon vervelend. Vind ik vervelend en dat vinden andere collega's ook vervelend. Dat je dan routes moet gaan wijzigen omdat er klanten gewoon op dat moment niet gereden worden omdat er toch wel iemand ziek is of de capaciteit gewoon eventjes wat minder is. Maar ja, we zullen het toch moeten doen. Hoe je het ook went of keert. En dat is een beetje het, het probleem wil ik niet zeggen, een beetje het eieren eten. Van, je moet dan wel de schouders eronder zetten. Maar ik wil niet, we hebben daar van de week een vergadering over gehad. Het kan alleen niet zo zijn dat er nu een verplichting wordt gesteld van dan moet je maar gaan overwerken. Daar heb ik een hekel aan. Ik wil best de schouders eronder zetten en ik wil best af en toe eens een keer wat doorbijten, maar ik ga niet zeggen dat het daar een structureel iets gaat worden om maar te zeggen van dan moet je maar gaan overwerken. Daar heb ik een hekel aan. Dat heb ik ook kenbaar gemaakt. Ik ga dat niet doen. Ik heb dat bij de vorige werkgever gehad, die maar plande en iedere keer zat je hoog. Maar dat ga ik niet doen. Dat ga ik niet doen. Ik ga dat niet doen. Kijk, buurman. En ik pas daarvoor. Nou goed, ik ben dus thuis zoals je ziet op de achtergrond huizen. Ik sta op de mini oprit. Dus bij deze ga ik even afsluiten. Even duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. En dan zien we volgende zondag terug. Dus dan zeg ik de groeten. Tot de volgende keer. En ik zeg ciao.